Ja, leuk. Natuurlijk in Zwolle dit jaar seizoen begonnen. En uiteindelijk bleek met de nieuwe trainer dat ik daar weinig aan spelen toe zou komen. Nou, toen kwam VVV en NEC voorbij. En uiteindelijk is het NEC geworden en daar ben ik hartstikke blij mee. Ja. Ze zijn hier bezig natuurlijk om een ploeg bij elkaar te houden die kampioen moet worden. Je hebt natuurlijk nog niet echt veel van de club meegekregen, maar als je de namen ziet, ziet er wel goed uit, hè? Ja, klopt. Ik heb natuurlijk wel een gesprek gehad met de technische staf, met de trainer natuurlijk en met Remco. En dat waren beide gewoon goede gesprekken. En zeker, dat heeft zeker ook meegeholpen in mijn besluit om hier naartoe te gaan. Ja. Want bij PEC Zwolle, dat was inderdaad niet veel perspectief meer voor jou nu? Nee, dat klopt. Ik had naar 1-2 weken voorbereiding gesprekken met de trainer. En dat bleek al uit dat hij een ander type wou. En nog op zoek is naar iemand anders, volgens mij, een ander speler. Dan weet ik genoeg. En ik ben een speler die wil gewoon lekker voetballen. En zelf gewoon een eerlijke kans krijgen. En gevoel heb ik hier bij NEC. Je komt hier nog wat oude bekenden tegen, hè? Van PEC Zwolle weer. En zelfs ook nog eentje van de Graafschap van vroeger, Gregor Bruinburg. Ja, klopt. Ja. Ja, Gregor dat ken ik natuurlijk nog uit de tijd. En nu met Anders Atjebar en Kevin Verdonk. Er zijn weer een aantal spelers waar we vorig jaar bij Zwolle mee speelden. En natuurlijk ook nog wat oude bekenden hier, zoals Moesloos natuurlijk nu teammanager, heb ik nog meegespeeld. En Rogier Meijer doet nou de A1 en kom ik hier genoeg bekende mensen tegen. Dus ze hebben me bijna ook al een berichtje gestuurd, dus dat is wel leuk.